Je bruiloft, dat is de mooiste dag uit je leven. Althans, dat is wat ze zeggen. Vroeger kon je in België en Nederland alleen als man en vrouw met elkaar trouwen. Een traditioneel huwelijk dus. Maar in 2001 was Nederland het allereerste land in de wereld waar het homohuwelijk werd ingevoerd. En ja, dus kan het zomaar nu in één keer zijn dat je als man niet met je vriendin gaat trouwen, maar met je vriend. Nou, en de vrouw, ja, die kan natuurlijk met haar vriendin trouwen. Mag ik jullie voorstellen aan Wesley en Marco en Sil en Wilma. Samen met hen ben ik vandaag op de Love & Marriage beurs om ideeën op te doen voor hun aanstaande huwelijk. En we gaan kijken of de beurs een beetje homo-minded is. Ik ben Wesley en dat is Marco. We gaan trouwen op 11 december 2013 om 14:15, 14:15. We zijn nu al 10 jaar samen. Ik heb Marco ten huwelijk gevraagd op 12:12:12 om 12:12. Is op het strand gebeurd. Nou, we gaan even kijken naar een bruidstaart, daar zijn we op zoek naar. En het liefst met de regenboogkleuren van binnen. Wesley, wat willen jullie hebben? Hebben jullie een regenboogtaart? Regenboogtaart, ja, dat kunnen we maken. Ja, ja hoor. Laat me een beetje, want ik heb geen idee, hè? Dus hoe gaat het er dan uitzien? Nou, je kan een regenboogtaart binnen in de taart doen. Dus dat de taart opgebouwd is uit verschillende kleuren van de regenboog. En je kan natuurlijk de buitenkant kun je bekleden in de kleuren van de regenboog. Je kan ook nog een toppen maken in de kleuren van de regenboog en in de vorm van een regenboog. Ja, er zijn echt wel meerdere mogelijkheden. Ik ben Wilma. En ik ben Sil. En wij trouwen op 6 september 2014. Ik heb Wilma ten huwelijk gevraagd. Wij waren 15 oktober waren wij 2 jaar bij elkaar, officieel. En ik heb haar verrast omdat ze helemaal dol op paden is. Op een fjordpaad, op het strand. Ik durf geen paden te rijden, maar ik heb het gedaan. Een kwartiertje lang op het strand gezeten. En ja, ze heeft gelukkig ja gezegd. Trouwpakken en trouwjurken. En dat laatste is natuurlijk iets voor Sil en Wilma. Kom eens even hier. Ja, want jullie gaan natuurlijk alle twee in een jurk. Nee. Nee, we gaan niet in een jurk. In een pak. Ja. Zullen we even gaan kijken of ze dat hier ook hebben dan? Ja, laten we eens gaan kijken, ja. En dan hebben we 2 dames en die gaan trouwen. Dat is mooi. Dat is heerlijk. Ja. Daar ben ik dol op. Bent u dol op? Ja, en... Nee, bruidsjaponnen of niet? Nou, nee. Nee? Dat is dan weer jammer. Nee hoor, maakt niks uit. Nee. Ja, en nu dan? Want ja, u heeft alleen japonnen. En nee, hoor, de dames willen graag een pak. Ja, zeker. Dat hebben we ook. Waarom heeft u ze niet mee naar de beurs? Dat vind ik wel jammer. Wat bedoel je? De herenkostuums? De dameskostuums. Ja, die hebben we niet, omdat dat op maat wordt gemaakt. Dus dan kan ik, als jij komt of die mevrouw komt, ja, dat kan ik natuurlijk niet op maat hebben hangen. Ziet dit er een beetje goed uit? Ja, dit is wel onwijs mooi. Dat witte wat hij aan heeft, dat lijkt een beetje op wat wij hebben. Alleen wij hebben hem in het zwart. Ik heb zeg maar, dat kant op mijn bord zitten en hij hem op zijn zakken. En hij heeft een andere knoop zeg maar, erop zitten. Meestal is het zo, tenminste bij mannen en vrouwen, dat je de man mag de jurk van de vrouw niet zien. Dat brengt ongeluk. Maar jullie hebben het al wel gezien. Ja, maar wij zijn 2 mannen en dat geldt dan niet. Maar kan je nou hier alleen bruid en bruidegom invullen? Ja, dat vind ik een beetje vervelend. Want wie is nou de bruid en wie is nou bruidegom bij ons? Ja, dat is een goede vraag. Wie is dat? Nee, dat is onzin. Dat is onzin. Mevrouw, u bent van dit leuke blad, bruid en bruidegom. Ja. Waarom kunnen we hier alleen maar bruid en bruidegom invullen? Ja, dat is nog een beetje het standaard beeld wat we hebben. Maar daar moeten we inderdaad wat aan gaan veranderen, dus dat ga ik gelijk doorgeven. Ja, ik kan mij natuurlijk ook gewoon altijd nog inhuren als DJ. Passen. Nou, niet echt. Hoeft voor mij niet. Ja? Kan doen. Ja,
Totaal niet onder druk gezet. Oké, we gaan er eentje passen. Fijn zo'n collega, fijn zo'n cameravrouw die dan iedereen lekker opstookt. Oké. Nou, als je kijkt, man, dit wordt het niet. Ja, het is best mooi eigenlijk. Nou ja, het kan wel. Ik voel me wel een mooie bruid. Stel nou dat er een man is die in een jurk wil trouwen. Kunnen jullie dat ook maken? Ja, daar hebben we ook klanten voor gehad. En ja, inderdaad, die kunnen wij ook helpen. Heeft u ook, zeg maar, setjes voor twee vrouwen of twee mannen? Tuurlijk, we hebben eigenlijk alles. Heb ik wel. Ik heb ze mee, de keringen. De geringen worden erbij gepakt en nu wordt het interessant. De geringen zijn even zoek. Ze hebben geringen. Ja, dat zeiden ze, maar volgens mij kunnen ze ze niet vinden. Geringen kwijt. Paniek. Ja, waar zijn ze nu? Met een roze driehoekje. Ik hoop dat ze ze mee hebben genomen. Gisteren was hij mee. En gisteren was hij mee. Ze zijn er toch. Oké, stop de muziek. De geringen zijn gevonden. Nou jongens, dit was de beurs. Marco, wat vond je ervan? Ja, ik vond het een wijs leuke dag. Een hoop inspiratie op gedaan. Alleen helaas een hele hoop jurken. Ja, in ieder geval wel leuk dus. En Sil, jij? Ja, ook ontzettend leuk. Maar geen trouwpak helaas. Nou, ik hoop wel dat jullie die nog gaan vinden. Ik wens jullie in ieder geval alle vier een super fijne bruiloft. En stuur nog even wat foto's naar ons. Dat vinden we wel leuk. Ja? Heel veel plezier, hè? Doeg! Ja, Love & Marriage Beurs. Ik vond het een ontzettend leuke beurs. Je kunt heel veel inspiratie opdoen voor je bruiloft. Alleen wel jammer dat we wat weinig gay dingen waren. Dus dat zou ik willen meegeven als tip volgend jaar. Voor de mannen en de vrouwen. Tot volgend jaar.